De eerste ballen van slager Sander Haak deze dag gaan het vet in. Slager uit Rotterdam hoort vanavond of hij de lekkerste ballen van Nederland maakt. Ook zijn broer Stefan, met een slagerij in Capelle aan den IJssel, maakt kans. Maar Sander is zeker, zijn ballen zijn beter. Omdat ik de specialist ben in de lekkere schuimballen. En hoe komt dat? Omdat ik er zoveel maak, dat ik er echt mijn hobby van heb gemaakt. En dat we echt proberen de beste bal te hebben. Wat is het geheim van de bal van Haak? Ja, de kruiden, denk ik. En de kruiden heeft mijn opa nog opa's recept naar mijn vader het. Nu heb ik het gekregen. Dus ja, dat is een beetje het geheim. Een geheim familierecept dus. Familierecept, ja. En dat mag niet uitlekken? Ja. Nee. De 150. Dit zijn de ballen? Dit zijn de ballen. Dat gaat snel? Gaat zeker snel. 150 in de minuut. Dus gas erop. En is hij dan het beste op een broodje met mosterd of een beetje mayo erop? Het liefst zonder, want dan proef je echt de bal. Van puur de bal? Puur de bal, dan heb je smaakbedervers. En maandagavond weten we of dit de lekkerste gehaktbal van Nederland is.